Wij fietsen vaker en verder. Vooral omdat we het een prettig en betrouwbaar vervoermiddel vinden. Fietsen speelt een belangrijke rol in ons mobiliteitssysteem. Met de toenemende aandacht voor de totale reis van deur tot deur wordt fietsen steeds belangrijker. De fietsroute langs de Baron van Nagelstraat en Stationsweg vormt een centrale as tussen Voorthuizen, Harselaar en Barneveld en wordt dagelijks door duizenden fietsers gebruikt. Er zijn steeds meer nieuwe fietstypes te zien op onze fietspaden, van elektrische bakfietsen tot segways. Om voorbereid te zijn op de toekomst, de groeiende populariteit van e-bikes en in te spelen op de ontwikkelingen in de mobiliteit is een veilig, kwalitatief en toekomstbestendig fietspad nodig. De snelfietsroute biedt fietsers een comfortabele en snelle verbinding tussen belangrijke bestemmingen, zoals scholen, bedrijventerreinen, stations en winkelcentra, en vormt daardoor een aantrekkelijk alternatief voor de auto. In de huidige situatie kunnen fietsers soms lastig inhalen. Naast elkaar rijdende fietsers moeten achter elkaar rijden om een passant voorbij te laten gaan. Op het fietspad aan de westzijde van de Stationsweg zijn veel uitritten en zijwegen aanwezig, waardoor er op veel plaatsen een kans op een ontmoeting met ander verkeer is. In de bestaande situatie is het oversteken van de Stationsweg soms lastig en daardoor onveilig. Het brede fietspad aan de oostzijde van de centrale as biedt ruimte voor twee fietsers per richting die elkaar ongehinderd kunnen passeren. De breedte zorgt voor inhaalruimte, waardoor fietsers niet achter elkaar hoeven te rijden en maakt dat je goed zicht hebt op tegemoetkomende fietsers. Om de snelfietsroute ook veilig bereikbaar te maken, worden de toeleidende fietspaden en oversteken waar nodig verbeterd. Om het fietspad te verbreden moet één rij bomen wijken, die in dit plan worden gecompenseerd. Om het beeld van de Stationsweg intact te houden, wordt ervoor gekozen om de bomenrij tussen rijbaan en fietspad te behouden. De verbreding van het fietspad is nodig om veiligheid te bieden aan de hoeveelheid fietsverkeer op deze route. Op veel fietsroutes, ook in Barneveld, rijden fietsers in twee richtingen. De herinrichting levert winst op voor de bewoners van de Stationsweg en de fietsers op het fietspad. De ruimte tussen woningen en rijbaan aan de westzijde kan in de toekomst mogelijk naar de wens van de aanwonenden anders worden ingericht. Bijvoorbeeld voor parkeren en of bomen om de laanstructuur van de Stationsweg terug te brengen. De snelfietsroute aan de oostzijde biedt meer ruimte voor de fiets en brengt fietsers veilig en snel op hun bestemming.